Nederland gaat een app gebruiken in de strijd tegen het coronavirus. Maar hoe werkt deze eigenlijk? Dit moet je weten over Coronamelder, de Nederlandse corona-app. Na een niet geheel vlekkeloos verlopen ontwikkelproces is er vanaf 1 september 2020 een heuse corona-app, Coronamelder genaamd. In deze video leggen we uit hoe de app werkt. Coronamelder gebruikt Bluetooth om te kijken met welke personen jij in contact bent geweest. Zodra iemand besmet is, worden alle personen waarmee diegene in contact is geweest gealarmeerd. In deze melding staat welke symptomen bij het coronavirus horen en je kunt direct een gratis coronatest aanvragen. Coronamelder is gemaakt als aanvulling op het bronnenonderzoek van de GGD. Zij kunnen aan de hand van de app beter in kaart brengen hoe het virus zich in Nederland verspreidt en daarop inspelen. Wanneer je bijvoorbeeld in aanraking bent geweest met iemand met corona, maar nog geen klachten vertoont, kan je op deze manier al alert worden gemaakt aan de hand van die melding. Dat moet je zelf aangeven. Wanneer je positief getest bent op het coronavirus, geef je samen met een medewerker van de GGD in Coronamelder aan dat je het virus hebt opgelopen. Vervolgens worden alle telefoons die bij jou in de buurt zijn geweest gealarmeerd. Hierbij let Coronamelder op twee dingen: afstand en tijd. Wanneer iemand met corona bijvoorbeeld snel even langs je heen fietste, krijg je geen melding. Maar wanneer je naast die persoon in de trein hebt gezeten en bijvoorbeeld een half uur gereisd hebt samen, krijg je wel een melding. De makers van Coronamelder staan op verschillende manieren stil bij je privacy. Ten eerste slaat de app geen persoons- en locatiegegevens op. Stel, je wordt positief getest op het virus en die melding gaat naar alle telefoons waar je mee in aanraking bent geweest, dan krijgen zij niet te zien om wie het gaat of waar dat was. Ten tweede slaat de app dus ook geen locatiegegevens op. Coronamelder kan dus niet zien waar jij bent. In plaats daarvan gebruikt Coronamelder een anonieme techniek om bij te houden wie met elkaar in aanraking is geweest. Dat doet de app door elke 15 minuten een willekeurige code aan te maken. Je kunt dit een beetje vergelijken met het opgooien van een dobbelsteen en dan kijken naar de uitkomst. Zodra iemand positief getest is op het virus, worden al zijn of haar codes naar een centrale server gestuurd, die overigens in handen is van de overheid, en die kijkt met wie diegene in contact is geweest. De codes worden 2 weken bewaard en niemand weet dus om wie het gaat. Ja, je bepaalt zelf of je de app gebruikt. Niemand mag je verplichten om de app te downloaden. Ook niet een uitgaansgelegenheid of je werkgever. Apple en Google hebben aan de onderliggende techniek van Coronamelder gewerkt. Hierdoor kunnen telefoons, dus zowel Android-telefoons als iPhones, onderling gegevens via Bluetooth uitwisselen. Vervolgens is deze techniek overgeleverd aan nationale overheden om het idee verder uit te werken. In je iPhone kun je zelf aangeven of je deze COVID-19 tracker, zoals de functie officieel heet, aan of uit hebt staan. Deze moet je dus aan hebben op het moment dat je coronamelder gebruikt, want anders werkt de app niet. Coronamelder is vanaf 17 augustus 2020 te downloaden in de Google Play Store en Apple App Store. Vervolgens werkt de tracing functie, dus waardoor die bijhoudt met wie je in contact bent geweest, pas vanaf 1 september. Vanaf 1 september is de coronamelder dus helemaal actief. Vond je deze video interessant? Abonneer je dan op het YouTube kanaal van iPhone voor meer video's. En vergeet dit filmpje ook geen duimpje omhoog te geven, want daar maak je ons heel erg blij mee.